Er staan nu al mensen. Er staat nu al een kind te kijken. Gooi geld in de beker. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Gierige Gasten. Wat een effect. Ik ben Niels. Ik ben Martijn. We staan hier vandaag naast Olivier. En Olivier heeft een ontzettend zielig verhaal voor ons. Ja, ik heb veel 16 gekocht op een nep-site. Niet gekregen dus. Maar ja, ik dacht van misschien kunnen zij het voor me fixen. En dat gaan we vandaag doen. Maar we kunnen natuurlijk niet zomaar het spel uit de winkel gaan pakken. Want dat is gewoon steen. Dat doen wij niet. Ja. Dus wij moeten vandaag gaan... werken. Nou ja, werken. FIFA 16 kost nu 57 euro in de winkel en om dat geld bij elkaar te sprokkelen hebben wij een paspop nodig. Die hebben we geleend van Pointer, dank u wel. Ja, en het tweede ding wat we vandaag nodig hebben is een kostuum. Die gaan we even uitzoeken bij een feestwinkel. Het is belangrijk dat we die wel een beetje intact houden, want die gaan we natuurlijk aan het eind van de dag gewoon weer terugbrengen. Ja, met het verhaal dat hij toch niet lekker zat of zo. Zoiets. Yeah, yeah. Ter waarde van 57 euro hebben wij een prachtig pak. En een mooi masker, je kent hem waarschijnlijk wel. Tadaa! Scream! En een kijk zonnebril. Ja, want je ziet je ogen door het masker heen. Ja, en ik vind hem zelf top. Laten we even een rustig plekje uitzoeken en die pop inkleden. Oké. Okay. Lekker de billen hoor. Oh. Het perfecte model. Ik ben dus bang dat we weer te maken hebben met een langere vrouw, Niels. Ja, dat is langer. Ja, dat is langer. Beetje leuk. Top eruit. Hey, hoe zullen we het noemen? Truus. Truus. Tante Truus. Juju. Dit kaartje halen we natuurlijk gewoon op. Ja, dat kunnen we nog terugbrengen. Oh, dit is wel top, hè? Ja, jullie kunnen nu wel raden. We gaan deze pop dus naar de Dam brengen om hem in te zetten als levend standbeeld. Er staat nu al een kind te kijken. Gooi geld in de beker. Volgens mij was Dark Vader niet zo blij met ons. Nee, dat kan niet. Staat er voor Judoka. Judoka? Voor Judoka Squak. Judoka Squak. Ik zeg, laten we even het terrasje opzoeken. Ja, laten we kijken wat het doet en we kijken wel. We checken het over nu. Joy. Zou het met standbeeld gaan? Er staan nu twee kinderen foto's te maken. Echt? Ja. Ik heb geen idee, maar die hele pop gaat los. Het is echt een briljant idee. Okay, zullen we even de geldtelling doen? Dan loopt er heel even van de pop een beetje weg. Yes. 2, 4, 6, 8, 20. 20. Gaat lekker, gaat lekker. 22,50. Oké, okay, we hebben dus 23 euro en 3 cent. Ja, we moeten even next level, even een tandje erbij. De interactie hebben. Interactie, ja. Dus wat hebben we meegenomen? Een Bluetooth speaker! Yeah! Oké, okay, dus we hebben een Bluetooth box. Wat we gaan doen is we gaan audiosporen inspreken en dan afspelen. Ja. En dat gaat er ongeveer een beetje zo uitzien. Hey, dankjewel hè! Dankjewel hè! Maar het is voor de toeristen wel zo handig als het in het Engels is. Oké. Okay. Ja? Ja. Je hebt hier als het goed is een sleeve. Die heb jij nu verstopt. Kijk hier, dit moet er een beetje voor. Vind je nog een beetje leuk, schat? Hè? Eh? Truus? De audio is geïnstalleerd. Ja. Terug naar het terras. Terug naar het terras. Heeft Bluetooth zover bereik?
Oh shit. Daar hebben we niet over nagedacht. Hebben we niet over nagedacht. We moeten gewoon daar op het trappetje. Ik blijf hier een beetje. Oké, ik ga naar het terras. Doei Martijn. Don't be greedy people, give me the money. Don't say there's fake. Thank you very much. Oké, ik sta dus zeg maar op de wacht, ja, om te kijken of het geld niet gejat wordt. Ja. Maar daar kun je maar achter. Ja, wacht. Ja. De politie, iedereen heeft door dat het een façade is. God, bring me the money and I will make the world nice. Op die verhaal! Ja, de politie is gelukkig dus niet voor ons hier. Maar voor de demonstratie aan de overkant. We hebben vrij spel. Thank you very much. Don't be greedy people, give me the money. Martijn, de laatste keer dat we keken zat er ongeveer 23 euro in, ja. Maar we hebben minstens 57 euro nodig. Klopt, dus wij gaan naar Olivier, we zijn klaar toch? Ja, we zijn wel klaar hier. Dus we gaan even het geld tellen met Olivier en dat doen we pas bij de Intertoys. Dus daar wordt het echte reveal momentje of wij het hebben gehaald. En anders moeten we geld bijleggen, dat willen we niet. Dat doe jij dan. Zo, we hebben geld opgehaald. Ja, mooi. We weten nog niet hoeveel. Nee. Dat gaan we daar op de toonbank leggen en dan komen we erachter. Ja. Laten we naar binnen gaan. Wij komen FIFA 16 kopen. Hebben jullie die nog? Ja, dat is. Hoeveel kost die? Hij kost 57 euro. Ja, cadeautje. Ja, absoluut. Hij weet niet dat hij krijgt. Ja, weet niet. Nee. We hebben alleen één probleem. Ja. We weten nog niet zeker of we de volle 57 euro hebben. Ja. We gaan tellen. Dit is 10. Dit is 10. Dat moet 30. Dat moet 30. Dat is 40. 50. Jongens, we zijn er al. We zijn er al. Shamoni. Lekker hoor. Lekker. Alsjeblieft man. Nou, zo. Olivier, ja. Deze is voor jou. Ik ben kapot blij man. Ja? Ja, die site hem genaaid, maar ik heb hem nu gelukkig wel. Ja. Ah, thanks vast. Dang. En wij posten nu nog even die site die onder is, wat jullie nou nooit meer willen genaaid worden. Ja. Tingelijers. Vonden jullie dit nou een leuke video? Geef dan een duimpje omhoog. Abonneer op ons kanaal. Als je dat nog niet gedaan hebt. YouTube, Instagram, de hele mikmak. Ja. En heb je nou ook een wens? Vergeet het niet te posten op social media. En wie weet zit jij volgende week in onze nieuwe aflevering. Voor tot nu. Ziens. Doei.